Dorcas is actief in het noorden van Irak. Na jaren van oorlog en terreur is het rustiger in het land. Maar hoewel het stabiel lijkt, zijn de omstandigheden voor veel mensen nog niet leefbaar. Er zijn 1 miljoen mensen ontheemd in eigen land. Veel van hen zitten nog steeds in vluchtelingenkampen. De Irakezen willen graag terug naar hun eigen dorp. Maar er is een groot probleem. In veel dorpen is er geen toegang tot water. Wat Dorcas daar doet, legt onze landendirecteur Wissam je uit. In deze projecten we aim to drill boreholes in villages that are not the water is not accessible to them. So we drill boreholes, we repair or make a new internal networks from the boreholes to the houses, and also we build the new main pipeline to the water source. In een dorp in het gebied Sinjar is Assad. Hij is een waterengineer van Dorcas en hij vertelt je hoe ze aan het werk gegaan zijn. القرية كانت تعاني من مشاكل مياه سواء كانت مياه شرب أو مياه زراعة طبعا بعد ما بدينا مشروعنا واللي هو يتضمن ترميم بئر وخزان ماء مع إنشاء شبكة ماء وتوزيع الماء لكل بيت موجود بهاي القرية وطبعا بفضل هذا المشروع ساعدهم على تلبية احتياجاتهم وطبعا النقطة الأهم هذا الشيء ساعدهم أن الناس ترجع من المخيمات وتستقر ببيوتها بهاي المنطقة. Dorcas zet zich in om meer van dit soort dorpen te voorzien van schoon drinkwater. Doe mee aan Actie Waterkracht en geef aan de waterprojecten van Dorcas. Ga naar dorcas.nl/geefvoorwater. Geef water, geef leven.